Wethouder Katelijne de Groot geeft zaterdag in Molen de Palmboom aan de Noordvest 34 om 11 uur het startsein voor de Open Monumentendagen in Schiedam. Zaterdag en zondag zijn vele monumentale panden in Schiedam opengesteld voor het publiek, meestal van 12 uur tot 5 uur. Een bijzondere activiteit is een tentoonstelling van de Roemeense klederdracht in de bibliotheek in de Korenbeurs. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door de Roemeens-Orthodoxe Kerk. Hun monumentale kapel, nu ingericht als bedehuis aan de Vlaardingerdijk, is toegankelijk voor het publiek. Speciale aandacht is er dit jaar voor de ruïne en met name edelman Floris van Henegouwen, de zoon van vrouwe Aleida. Rondom de ruïne is er zaterdagmiddag tussen 1 uur en 3 uur een kinderactiviteit, waarbij het spannende verhaal van deze door Europa dolende ridder wordt verteld. De kinderen kunnen zich verkleden als ridder of jonkvrouw. Een dansdocent leert hen hoe men in de middeleeuwen danste. Het Stedelijk Museum Schiedam is zaterdag en zondag de huiskamer van 68 Schiedamse kunstenaars en hun 68 introducees van buiten de stad. Naast een dynamische overzichtsexpositie, verdeeld over 4 zalen, is er tijdens de vierdaagse kunstmanifestatie ook een bomvol programma te beleven, zowel voor de kunstenaars als voor het publiek. Het museum is tijdens deze kunstvierdaagse gratis toegankelijk. De grote diversiteit aan deelnemers geeft een heel bijzonder overzicht van alle vormen die kunst kan aannemen. Er zijn performances en lezingen. Voor wie graag actief wil deelnemen, zijn er workshops en discussies. Het hele programma is te vinden op www.openexposchiedam.nl. Zaterdag strijkt de Schiedamse boekenmarkt neer op het Land van Belofte. Liefhebbers kunnen hier rondstruinen langs kraampjes met tweedehands boeken in diverse genres. Zowel voor de verzamelaars als voor de koopjesjagers is er volop keuze. De boekenmarkt is van 10 uur tot 5 uur. De toegang is gratis. Op het Stadserf is zaterdagavond in het kader van Film op het Erf de film Tomb Raider te zien. Naast de film kun je op het terrein genieten van een heerlijke barbecue. Het terrein is geopend vanaf 6:30, de film begint om 9 uur. Er is de mogelijkheid om klapstoelen en strandstoelen te huren, waarmee je ook de organisatie steunt. In Wenneker Cinema is zaterdag en zondag, net als vorige week, de film Love, Simon te zien. Simon heeft een geheim, hij valt op jongens. Bovendien wordt hij ook nog verliefd op een anonieme klasgenoot Blue die hetzelfde geheim heeft. De zoektocht naar Blue blijkt hilarisch en angstaanjagend en zet zijn leven totaal op zijn kop. De film is zaterdag om 9 uur te zien in zaal 1. Zondag draait de film om 3 uur in zaal 2. De andere film die dit weekend in Wenneker Cinema te zien is My Generation. In deze film neemt het Britse filmicoon Michael Caine de kijkers mee naar het swinging Londen van de jaren 60. Deze film is zaterdagavond om 8:30 en zondagmiddag om 1 uur te zien in zaal 2. Zondag organiseert muziekvereniging Sint Radboud het NK Tonnetje Steken. Tonnetje Steken is een oud volksvermaak waarbij de deelnemers in een karretje een baan afrijden en onderweg een ring moeten steken die onder het tonnetje hangt. Degene die missteekt krijgt de inhoud van het tonnetje over zich heen. Het evenement op het Kerkplein aan de Kerkweg, Hoek Joppelaan, wordt om 12 uur geopend door het orkest, promskoor en leerlingen van muziekvereniging Sint Radboud. Vanaf 1 uur zijn er speciale rondes van het tonnetje steken voor de jeugd van de basisscholen. Vanaf ongeveer 2 uur zal het officiële NK van start gaan. Omstreeks 6 uur wordt de finale ronde gespeeld en daarna is bekend wie zich Nederlands kampioen tonnetje steken mag noemen. Inschrijven voor deelname aan het kampioenschap kan ter plaatse. Zondag is er een open dag bij Spelotheek Ikkie. Vanaf 11 uur is iedereen welkom om te komen springen, knutselen, schminken of lekker poffertjes eten. De open dag bij Spelotheek Ikkie aan het Bospad duurt tot 4 uur. Zondag organiseert Natuurcentrum De Boshoek een natuurthemadag. Ruben van Maren en zijn team zullen op diverse tijdstippen demonstraties geven met onder meer een condor, kerkuilen, gieren en valken. Daarnaast is er een vogelspin tentoonstelling die wordt verzorgd door Gijsbert Kortekaas, een autoriteit op dit gebied. Hij zal uitleg geven over het leefgebied van deze dieren. De Schiedamse stadsimkers Eleonora van der Meer en Anita de Boe verzorgen samen op diverse tijdstippen een 3D-lezing over een bijenvolk. De themadag in de Boshoek aan het Bospad 3 begint om 11 uur en duurt tot 4 uur. Zondag wordt de solo-tentoonstelling van Walter van Oel officieel geopend. Een dag eerder gaat de expo al open voor het publiek. De werken, gouden blad en zilveren blad schilderijen, gemaakt op Bali, zijn tot 23 september te zien in de Grote of Sint-Janskerk in Schiedam. De expositie wordt georganiseerd door Galerie Voot in samenwerking met de Grote of Sint-Janskerk.